Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Fortune Street. We gaan vandaag in ieder geval de map doen met de beste achtergrondmuziek. Ik heb 2 gegooid van de 99, ik ben zo blij weer. Het is weer een goed begin. We gaan dus Delfino Plaza spelen en daar ben ik al heel erg gelukkig mee. Ik ben natuurlijk weer met Jordi van de Subpar Guys, zoals jullie vast wel gehoord hebben. Jammer is dat Toad begint en die niet de regels kan aanpassen. Nee, deze heb ik nog helemaal niet gedaan. Wat had je gedaan dan? Waarschijnlijk met Nando en met Harm. Weet niet meer. Wacht, er zitten hier fluts? Oh nee, dat zijn kanonnen. Ja, kanonnen, ja. En die warp je naar de andere kant van het landje, of? Nee, die kunnen je warpen naar de andere players. Nou, jij had de dingen al aangepast, hè, of niet? Ja. Ja. Tja. Ja, je moet één kant op, hè? Ja. Ja, ik ben zelf niet helemaal hier van het, maar... Nee, het is nog steeds wel een beetje inderdaad te horen aan je stem. Ja, maar dat gaat echt nog wel een paar dagen duren voordat dat is opgelost. Dat weet ik wel, als ik echt goed ziek ben, dan ben ik ook echt gewoon voor een periode ook gewoon even klaar. Okay. Nou, voor de mensen thuis, mijn audio gebeuren was weer super kut, maar ik heb het wel opgelost, gelukkig. Ja? Maar nu weer? Ja, sporen die weer niet kloppen en dingen die dan weer op de... Ik weet niet hoe dat komt, maar alles werkt me tegen deze week. Aha. Ja. Soms heb je zo'n week, hè? Wel ja, die kopen we ook wel. Kom er maar op, Toad. Helaas. Huh. Ja, aandelen kopen in dingen waar letterlijk nog niks staat. Heel slim. Nou, er komt uiteindelijk wel wat te staan. Ja, ik heb gewoon nog optie. Ik heb 1 gegooid, hè. Even kijken. 3. Patty Piranha. Oh nee. Petty, hè? Niet Patty. Maar zei het Patty. Oh, ja, ik wil stocks bij je. Ja, wie zet je... Wie ga je vastzitten? Ga je Toad vastzitten of Patty? Maar ja, je hebt gekozen voor Toad. Yep. Dan doet Toad ook bij mij. Ja. Vooruitziende blik noemen ze dat. Even kijken. Zo. Wauw. 1. 2. Mm-hmm.
Wauw. Ja, die gaat rap. Die gaat heel rap. Dan zou je bijna moeten zeggen of die 510 of die vacant plot kopen. Mm-hmm. Maar ja, dat doe je ook niet zo snel. Nee, precies. Goed dood, wat ga jij doen? 100 van die dinkies kopen. Ja. Je wordt weggeschoten. Mag wel gewoon kiezen, dat is wel vet. Ja, als het random was geweest, dan was het echt een kutting geweest. Ja, best een simpel bord dan op zich. Ja. Maar Delfino Plaza is ook naar verhouding een erg simpel bord. Mm-hmm. Ook dat nog. Ja. Wat houdt Circus Tent ook alweer in? Circus Tent is een gefixt bedrag als je erop landt. En die kan ze upgraden wanneer ze erop landt. Volgens mij tot een maximum van 2 keer. Dus 500 en daarna 1000. Dit is zeer sad. Ja. Het is een board waar faillissement niet zo heel snel is, want je hebt gewoon 3 verschillende segmenten. Mm-hmm. Maar het meest vervelende is ook gewoon dat ze... Waarom kiest hij... Wat? Het meest vervelende is gewoon soms de... dat ze vaak kunnen blijven in hun eigen stuk. Mm-hmm. Ja. Moet wel. Het is maar 11. Ik heb de suits niet, hè, dus. Mm-hmm. Patty gaat hard. Ja, die gaat pittig hard, ja. Die heeft nu 5 shops, ja. Ja. Oh, nou, nice. Dat scheelt een heleboel. Wat zullen we eens maken? Die is interessant. Maar is dat alleen voor mij, ja, hè? Ja, alleen voor jou. De rest moet betalen daar. Die kopen. Nu begint het geld een beetje op te raken. Ja. Natuurlijk. Ja, ik denk dat de AI soms ook gewoon speelt met voorbedachte raden. Mm-hmm. Van ja, ik land nu wel op iets wat ik moet betalen, maar ja, dan krijg ik wel zo meteen dubbele commissies. Nee. 1. Ja, dat is goed. Tuurlijk. Ja. Oei, oei, oei. Vermoeiend. Ja, dat is inderdaad vermoeiend, ja. En die kan dan weer weg. Oh ja, nee, die mist nog de suits, ja. Ja. En naar verhouding heb ik gewoon niet zo heel veel shops, alleen ja. Laten we ook heel eerlijk zijn, wat wil je dan ook? Oeh, die is ook nice. Als ja, je gaat kopen. Ja, ik kan niks anders momenteel. Mm-hmm. Heb je straks wel een mooie onderhandelingspositie voor dat ene plotje? Ja, dat is ook de enige reden waarom ik hem heb. Ja. Oké. Okay. Je had niet een beurt eerder kunnen doen? Ja, blijkbaar niet.
Oh, nou ja. Nou ja, hey, het komt van pas. Jee. Ik sta laatste, jee. Nou ja, je kan wel zien. Echt veel zit er momenteel niet in. Nee. Oeh, voor jou komt het wel. Hey, dan jij je. Tuurlijk koopt ze die ook. Ze hebben er niet genoeg. Ze heeft één voordeel dat ze. Nou ja, één voordeel voor ons is dat ze geen stoks heeft. Ze heeft letterlijk alles mm-hmm. in shops. Ja, dat klopt. Dus als ze zo'n ergens op land waarvoor ze moet betalen. Dan wordt het shopjes verkopen. Ja. Maar ja, als iedereen elke keer op haar blijft komen. Ja, dat is een beetje het ding, hè. Ze heeft overal en alles. Heeft zij haar plekje. Nou, dat is wel mooi. Eén. God. Oh, dat is ook goed. Hé, hey, Monies. Nou, herhaal dit nog even 3 keer en dan zijn we er. Precies. Welkom op het bord. Nou. Hey. Waar zou je toch naartoe gaan? Oh ja, pick a venture or suit square to work to. Dus je kan niet naar de bank. Nou ja. Dichtbij genoeg. Ja. Maar mag ik dan weer een kaart pakken? Ja. Ja? Wat? Daarom zijn die dingen zoals bijvoorbeeld Throw Again of Worps altijd zo broken. Mm-hmm. Want als je het goed doet, net zoals met Stella of met Daisy een tijd geleden. Mm-hmm. Nou ja, heb 3 beurten in 1 beurt. Ja, precies. Oh nee, niet precies erop, maar wel ertussen. Ja, maar kijk, ik had nog promotie nodig, hè? Mm-hmm. Ik snap wel. Oh, je koopt hem wel. Oké, nice. Ja, ik heb nog wel wat stocks over. En daarnaast... zoveel kan een verhouding niet misgaan. Nee, iedereen heeft inmiddels een shop. Oh, never mind. Ja, zij kan hem niet halen. Promotion time! Altijd mooi. Gewoon deze. Die zijn 12. Misschien dat ik wel gewoon deze weer koop. Ja. En dan 2. Dan zou ik gewoon dit kunnen doen. Wacht, nee, dat doe ik niet. Ik zat al te denken van, misschien is het beter om naar rechts onderin te gaan, want dan kan je eigen monopolie verder uitbreiden. Maar ik had al gezegd dat ik daar wil blijven staan, kut. Ja. Ik heb het niet goed opgelost. Ja, ik zag het nog, maar ik dacht dat ik nog de kans had om terug te gaan. En nu is het leuke tijd, de tijd van AI's overhalen. Ja. Nou ja, dan even wachten op mijn promotie. Hé, hey, dat komt ook niet slecht uit. Oh ja, een Mico. Oh nee, ja, natuurlijk niet. Ik had hem gerust kunnen kopen, maar daar koop ik zo meteen 2 shops. Ja.
Oké, okay, aparte keus. Nee, hij heeft er al twee, hè? Oh ja. Nee, daar had er één. Ja, nu heeft hij er twee. Ja. Jee, 40 coins. Oeh. Nu komt ze erop wel. Ah, oh, nee. Ook net. Ja, dat is het ding, hè. Dat is echt het ding. Oh ja, dat is niet zo erg. Het is maar de helft, hè. Oké, het won me al te gevaarlijk. Ik ben benieuwd. Nou, ze gaat 300 omhoog. Zal ze toch wel doen? Ja, dacht het wel. Jezus, Jordi, wat doe je? Wat doe ik? Ik heb bar weinig shops, dat is een beetje het hele probleem. Dus maak je haar maar super OP? Laat ik zijn. Ja, die had ik wat, zijn andere, wat zijn mijn andere opties? Niet ruilen. Ja, ik moet ook nog in het spel blijven, hè? Nee. Tuurlijk. Mooi zou zijn als we weer iets met Toad kunnen doen, maar ja. Het is interessant om hier naartoe te gaan, denk ik, of niet? Pick a shop or vacant plot. Oh, een shop or vacant plot. Oh, nou, pakken we die. Het kaartje zag er hetzelfde uit als de vorige die ik had. Ja. Ja, maar het is ook hetzelfde kaartje. Mm-hmm. Dat is op zich ook het mooiste eraan. Ik had eigenlijk beter die andere kunnen brengen nu, maar... Lul. Ja, één. Het is niet mijn bord vandaag. Nee. Twee. Min 1. Hm. Je wil spruce zeker. Zo, nou. Ja, zo hoog is mijn promotie, denk ik niet. Ja, valt mee. Mm. Komt net niet uit.
Je komt op de ruit als je naar links naar beneden gaat. Maar ja, dan kom je ook wel langs het blauwe straatje. Oh, je komt op mij. Dat kan ook. Ja, kijk, het liefst wat ik had gehad is dat ik op die 200 links die nog bovenin zat, die lege nog had kunnen lopen. Oh, ja. Pak hem maar eruit. Hier, je mag nu gewoon naar een ander plekje verschijnselen. Nee, dat niet. Maar wel centjes. Kijk, dit zijn een keer hoge nummers. Kijk. Kijk. Monies. Ja. Ik ga wel even bij jouw shops. Ga naar mijn shop. Nee, natuurlijk niet. Wel betoot verder het zadel in. Wel ja joh, dat doen ze toch de hele tijd, elkaar helpen. Valspelers. Ook net niet. Even kijken, ik heb nog 5 over. Ja, dan kom je op de soep terecht. Je hebt het houtje nog nodig, ja. Dus. Iets goed. Nou, random. Nou, het zit random. Dat is niet vervelend. Dat is inderdaad niet vervelend, nee. Mm. Ja. 1 coin kwam ik. Wow. Spruce. Nee. Noem ze niet aan, hè? Nee. Change two shops? Voor 1 shop? Ja, dat moet je toch wel doen. Je gaat ook nog geld betalen? Ah! Ja, moet ook wel. Maar hij krijgt 2 shops. Ja, I know. Het erg is nog dat ik hem straks ook die ding waarschijnlijk ga geven. De Monopoly. Want hij is mijn negotiate buddy. Verdomme. Gezondheid. Dankjewel. Jezus. Ja, Toad wordt flink in het zadel geholpen door iedereen. Maar ja, ik had niet echt een andere keuze. Als ik bij wijze van spreken nog zo'n forced buyout kreeg of wat dan ook, was ik al klaar. Mm-hmm. Oeh, oh nee, dus niet. Ja, ik kan naar Toad gaan. Ja, Toad is de beste, ja. Even kijken, wat krijgt hij? Hey, dat is mooi. Ah, hij moet een van zijn... Ja, dat zal die bovenin. Oh. Heeft hij niks, hè? Goedkope shop. Ja.
Net niet. Ja, maar ik zat er ook zo in van, het is of net wel of net niet. Mm-hmm. Want als ik laag had gegooid, dan had ik het kanon gehad of ik had op jou geland. Dus ja. Laat mij alsjeblieft 5 gooien zometeen. Hey. Hey, kijk, kom toch een keer geld jou binnen. Ja. Yeah. Ah, dat is ook goed. Jee, wow. 100 goud. Zes, dat lijkt me voorteken, of niet? Ja. Dat hij jou heel veel moet betalen. Wacht, heeft hij nou net geen stoks gekocht? Blijkbaar. Oké. Okay. Opnieuw, ik snap de AI niet. Want, nou ja. Het is echt onlogisch wat ze soms doen. Ja. Zie je, koopt ook geen stocks. Apart. Die heeft ook niet zoveel geld, dus... Ik haat dat ding. Die betaalt ook gewoon als hij op een vakje van je komt. Ja, die loopt ook als hij op je vakje komt. Maar ja, kijk maar waar die nu staat. Mm-hmm. Naar beneden. Never mind. Maar ja, je weet ook wel hoe de AI, hoe de game werkt als dit ding bezig is. Ja. Zelden. Ook dat nog. Ja. Uh-oh, spruce! Jezus. Hé, hey, kijk, van 30 naar 24. Hoppakee. Oh. Maakt het spel meteen weer een stuk interessanter. Ja, voor jou wel, ja. Oh. Een promotie. Ja. Wat ga je doen? Nou, Toad, land even op mij nu. Klote Toad. Komt ook volgens mij nu net weg ook. Ja. Spijtig weer. Zeer spijtig weer. Ja. Nou ja, wie weet, misschien...
Laat me alsjeblieft 5 gooien zo meteen. Och, tuurlijk komt ze niet op mij. En tuurlijk langt dat ding niet op mij. Oeh. Oh. Nee. Nee. Zit er niet in. Hoeveel is force buyout? Oh, dat kan niet. Natuurlijk. Ja, iedereen gaat nu rushen naar dat ding, hè? Naar de laatste overgebleven shop. We staan allemaal bij elkaar nu. Ja, ik kan niks. Ik kan ook niet zeggen nee. Van ik doe het niet. Ik moet het doen. Domme. Hoi. Wat een gezelligheid hier. Betty moet naar rechts, dus dat is mooi. 4. Tuurlijk. Oh, iedereen shopt. Wauw. Nou, is op zich voor mij niet zo heel erg, want ik moet zo meteen. En ik moet langs die bende van haar, dus. Oh, natuurlijk. Dat dus. Oh, dit is nog erger, ja. Oh, nee, ik moet op 3. En die gaat er vandoor. Wat is eigenlijk de streefnummer? 15k. Eén. Oh, oeh, die is volgens mij ook handig. Ja. Kan ik die nu al kopen? Ja, toch? Dat is hoe dat werkt, toch? Ja. Ja. Dat wordt zo ruilen! Wat de fuck doet hij? Ja, die AI slaat echt gewoon ergens op. Dat valt me nou weer tegen. Nee. Als ik dat doe, ben ik dood. Nee, je hebt toch gewonnen, dat is wel helemaal mooi. Oh, nu koopt ze wel stocks. Ja, nu wel, ja. Oh, hij liep even vast. Oh, heb ik degene die ik wil, hè? Ja. Dat is voor 100, hè, dus je moet flink bij gaan betalen. Ik weet het. Hij doet het. Ja, maar ja. Het is een 5 monopolie voor een 5 monopolie, dus niet zo heel gek. Ja, dat is nu een gevaarlijk straatje geworden. Je zou maar 3 gooien, zo. Nee, ik gooide het al 1, dus ja. Nee, ik kan weer je ding nemen, maar ja, dat is veel beter. Nou, kom op, pompen. Ja. In die 1300.
Ik moet alleen even weten wat of gewoon ik het pompen. Kan. Stok zat. die. Oeh. Drie. Zie! hij heeft aandelen hierin, dus ik weet niet of het spel nu klaar is. Dat weet ik ook niet, maar het kan nooit slecht voor me zijn. Oh, wat een goede ruil is dit. Oh, yeah! Wacht, welke doen we nou? Oh, rechtsboven. Jezus, hoe ver gaat het bij een mens? Nou ja, denk aardig ver. Jezus. Uh-oh. Word je hem zo graag, Milo? Nee, niet echt. We laten de AI gewoon, hè? Ja. Yeah. Maar ja, nu is hij van bijna 4000 teruggaan naar 1000. Dus die overleeft het zo meteen niet meer. Drie. Ja, oh, god nog. Dit is klaar. Ik heb niks. Zie! Ja. En wil je weten hoe dat komt? Omdat iedereen op dat stuk zat. Ik kon nergens anders dan walpen. Oh, dit is gewoon één aflevering. Bijna wel, ja. Dit is gewoon één video. Dank voor het kijken, dames en heren, van deze aflevering van Fortune Street. Ik vond het een leuke aflevering. Ik weet niet of Jordi er ook zo in staat. Maar het is gelukt. Als het niet bepalend was door één kanon, nee. Nou, inderdaad. Omdat iedereen op hetzelfde plekje stond. Ja, precies. Dus dan kan je niks. Nope. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Adios, amigos.